Ja, we zijn eigenlijk bezig met de laatste stap van het verwijderen van de hoogspanning in Raalte-Kern. We zijn hier ruim een jaar geleden gestart met de werkzaamheden voor het ondergronds brengen van de hoogspanning. We hebben een aantal boringen uitgevoerd. Inmiddels zijn de ondergrondse leidingen in gebruik genomen. En nu worden de bovengrondse materialen verwijderd. Vandaag is eigenlijk de start daarvan. Dus deze hoogspanningsmast wordt nu opgehezen. En daarna wordt hij in stukjes geknipt en afgevoerd. Het was een wens van de bewoners. Er is een werkgroep Raalte Kabelvrij opgestart door een aantal bewoners die in de nabijheid van de hoogspanning wonen. En die hebben eigenlijk het initiatief gestart om te zorgen dat we als gemeente dit wat meer op de kaart kwamen. Ze hebben ook gesproken bij het provinciehuis. En mede dankzij hun gaan die kabels nu onder de grond. Dus dat is hartstikke mooi eigenlijk vanuit het initiatief vanuit de bewoners. Als je grote kabels hebt, het beste om die onder de grond te krijgen. Maar belangrijker is dan wat doet het voor de inwoners van Raalte. En inwoners met name die om en nabij deze kabels, die hoogspanningskabels wonen. Die hebben vaak vrees voor gezondheidsrisico's, voor bij slecht weer vallen. En los van dat het niet mooi is dat ze zo midden in het dorp staan. Dus om al die redenen dat het veel mooier is om de weg te hebben. Maar ook dat het veiliger is en dat je het bovengronds veiliger kunt maken. Dat zijn allemaal redenen waarom het voor Raalte belangrijk is. En vooral voor de inwoners mooi is en veiliger is. Deze masten die zijn denk ik vandaag aan deze kant van het hoogspanningsstation zijn de weg. Volgende maand zal ook de andere kant gaan richting Nijverdal. En dan is in principe al het bovengrondse werk is afgerond. Het totale project is een 8 miljoen. 80% van betaald door Tennet, een deel van betaald door provincie en Raalte betaalt ook een deel. Dus op het totale bedrag betaalt Raalte relatief bij. Belangrijk is dat het dan ook oplevert. En wat het oplevert is een hele mooie strook, strak groen waar je kunt wandelen. Maar ook een gevoel van veiligheid voor inwoners en dat de straat weer een stuk mooier wordt. Dus belangrijker dan puur alleen naar de kosten kijken, altijd wel belangrijk. Maar het gaat ook een beetje wat het oplevert. En in dit verband, dus een leeuwendeel van de kosten worden betaald door Tennet en voor een belangrijk deel door de provincie en Raalte draagt er ook aan bij. Ja, op dit moment is natuurlijk heel veel problemen.